Hallo allemaal! Hallo! Het is nog steeds februari, oftewel tijd voor een nieuwe collab. En vandaag met... mij! En ik ben Simon. Simon en ik gaan vandaag echt een geweldige challenge doen, al zeg ik het zelf. Zeker, zeker. Ja. We hebben namelijk allebei een lijstje met dieren uitgezocht. En die gaan wij zo meteen proberen na te doen eigenlijk. En dan moeten anderen raden welk dier het is. Dus dat wordt... dat is het. Hartstikke leuk. Oké, de eerste. Een kalkoen. Ja. Maar je krijgt wel een punt, want ik vind dat, als, dat doe ik blijkbaar zo goed. Ja. Ja, dit is een stom spel. Dus jij krijgt nu een punt, want je hebt het goed genoeg gedaan. Ja. Dus dan moet je het namelijk... Ja, precies. Een wolf, een hond. Een panter. Een leeuw. Een tijger. Yes. Postduif. Ja! Ja! Ik dacht, wat doe je met die vriend? Ja, nou, postduif. Ja. Yes, dat was echt super groot. Maar dit dier heb ik even jou nodig. Ik moet iets zeggen. Oké. Okay. Oh, okay. Een hond. Een hond. Een papegaai! Yeah! Oh, ja! Een papegaai bedoel ik. Sorry, wat slim. Nou, ik weet niet, ik heb eigenlijk nog nooit echt een papegaai meegemaakt die dat echt goed kon. Ik heb een papegaai meegemaakt die mensen nalachten. Echt? En ook echt hun lach. Dus als iemand hiii, dat die papegaai. Oh. Nou, dat moet hij bij mij niet proberen. Ben je klaar? Sorry, okay, okay. Ik kon het niet beter laten dan dit. Hoort er nog een geluid bij eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Splash! Echt gewoon zo... Is het een potvis? Een balvis? Ja! Echt? Ja! Yes. Doen die balvissen, doen die niet zo? Ja, dat probeerde ik. Oh nee, blijf maar weg. Een zwijn. Een varken. Ja, een varken. Een sperrip. Oké, okay, ben je klaar? Ik ben klaar. Een worm? Nee. Een slang? Nee. Oh, krijgt hij een worm voor? Doe je? Een vis? Nee. Misschien. Welke? Nou, het was een zalm. Ja, zag je dat niet? Ik moet zeggen, ik ben wel een beetje roze, ja. Een giraf. Ja! Yeah. Oh. Ik wilde hem knakken. Ja, je bent bijna genekt. Wat? Een geit. Ja! Ja! Ja. Ik wilde eerst zeggen van wil je Taylor Swift even zien. Ja, die. Een vleermuis. Mm. Oh, een... Ik weet het niet. Hou vol. Hou vol, ik weet het niet. Nog beter uit. Ah, dit is gemeen. Beter uitbeelden. Een luiaard. Ja. Ook wist het nu pas. Ja. Een eenhoorn. Ja. Een eenhoorn. Daar is de eenhoorn. Ja, yes. Oh, dan had ik ook gewoon zo kunnen zitten. Oké, okay, raad maar. Een pianomus. Oh, een mol. Ja, met een mol. Ja. Nee, ja. Deze wordt echt heel erg moeilijk. Ik hoop dat ik hier de ruimte voor heb. Niet een koprol maken of zo, hè? Ik moet, je moet eigenlijk even weg. Oké, okay, wacht. Ik ga wel even achter de kamer staan. Oké. Okay. Een rups. Ja. Wow. Deed dat zo goed? Oh my god, ik moet echt een dier worden. Dat is eigenlijk een insect trouwens. Ah, allemaal dieren hetzelfde toch? Ja. Oh ja, wat voor dier is het ook alweer? Oh, een ezel. Ja. Sorry. Echt dom, ezel van mezelf. Ja. Maar er kwam geen muntje uit de kont volgens mij. Nee. Laat ik hem niet checken. Dus ik vind niet dat je het heel erg goed nadeed. Ik denk
Een koe. Ja, ik dacht, ja, ik ga hem niet doen. Ja, ja, ja. Hey. Dan wordt het wel heel makkelijk, maar ja. Ik ben opgegroeid tussen de koeien. Ja, Chris is te zien. Ja. Wacht even, deze moet echt gewoon dicht bij de camera. Ik vind het een beetje raar wat je nu doet. Als ik hier een bepaalde muziek onder zet, dan lijkt het iets heel anders. Maar ga je gang hoor. Nou. Welk dier? Ja. Volgens mij vraag je het jezelf ook af op dit moment. Welk dier je doet. Weet je het zelf? Ja. Ach, een hamster! Ja! Ja! Ik wil heel graag weer een hamster. Heb je een hamster gehad? 30. Eén keer kreeg één jonkie, één hamster kreeg per ongeluk 16 jonkies. Gewoon in één keer. In één keer? Ja. Was hij zo? Dat is een heel triest verhaal, want mama ging dood bij de bevalling. Oh. Dus ja, toen hebben we de... Nou, ik wil er niet over praten. Oh, deze is eng. Ik kan hier wel blijven zitten? Jawel. Oké. Nee. Nee. Ja, goed. Oh, een hagedis. Ja! Ja? Nou. Salamander. Ja. Hey. Applaus. Ja, die was best moeilijk. Ja, die was heel erg moeilijk. Ik heb er nog eentje. Oh, ja, ik weet het. Een kangoeroe. Ja. Ik heb het er warm van gekregen, Simon. Ik ook. Ik heb alleen totaal niet de puntentelling bij gehad, maar volgens mij gaat het er ook niet echt om. Ik vind dat jullie moeten bepalen wie er heeft gewonnen. Wie heeft er het beste de dieren uit gebeeld? Was het Simon of was ik dat? Laat het even weten in de reactie. Maar Simon en ik hebben nog een video opgenomen en daar heb ik het ook erg warm van gekregen, moet ik zeggen. Namelijk een video op mijn kanaal over... De, ja, YouTuber, Raad de YouTuber. Je kunt even op Simon klikken of in de beschrijving kijken, daar staat een linkje naar zijn video. En als je de video leuk vond, doe dan ook even een duimpje omhoog. Dan was dit de allereerste februari video van deze week. Dat betekent dat er gewoon nog 4 video's op je staan te wachten deze week met andere toffe YouTubers. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen, maar tot die tijd, stay fabulous! Doei!